dit wordt de vetste aflevering die we gehad hebben. Moet je eens even kijken, wat weet je. Ja, we zijn te gast in Amsterdam. Ja, dan word je zo ontvangen, hè, met het baggerweer. Nou, het valt nu mee, het is droog. En nou, we zijn toevallig hier in de buurt, dus we gaan eens even kijken. In Buitenveld, dus ja, we gaan eens even kijken wat hier nog te halen valt. Ja, en we zijn net 2 minuten bezig en er komt er toch al wat uit. Prachtige palen. Die jongen zouden ze. Nou, die komen uit Amsterdam natuurlijk. Amsterdamse palen. Ja, hier staan ze ook, zie je dat? Ja, daar zouden ze op de wallen blij mee zijn. Maar goed, en een oplader. Nou ja, waarom zou je het water ingooien en een of andere stang. En Casper natuurlijk. Hop! We gaan een aantal locaties aan doen en we kijken wel wat het wordt. En we houden jullie erbij. Wow! Die Casper die vindt gewoon iets nieuws uit op mijn telefoon. Dat je met een andere knop ook kan filmen. Goed, wat heb je gevonden? We zijn net bezig. En kijk eens, het eerste zakje is binnen. En dan gaan we samen eens even kijken wat erin zit. Het zit goed dicht. En of het nou voodoo is of niks, het kan maar geen reet schelen. Het gaat niet meer terug het water in. Wij geloven toch niet in... Het stinkt niet. Oh, wow. Dat is een pijpje. Drugsparafilia. Ja. Hoe zet je dat in elkaar, joh? Ontzettend. Je hebt dat vroeger al veel gedaan, toch? Dit is een harspijpje. Ik zou gewoon zeggen, dat is iets van een gordijn of zo. Nee, maar het is duidelijk. Is dat te zien dat je dan... daar stop je dan blijkbaar iets in of zo. Meer zit er... Oh, ja, blijf wel plakken, ja. Waarom gooi je dat weg? Ja, waarom ga je zo helemaal inpakken in dat weet ik ook niet. Zakje? En... Ik denk dat ik dacht, het is tijd om te stoppen. 1 januari of zo. Ja, want het is wel leuk vondst. Of zijn ouders hebben het gevonden. Oh ja, het is zo donder gekregen. Ja. Maar wel leuk, toch? Ja. We gaan even door. Ja. Leuk. Ben je aan het filmen? Uiteraard. Oké. Okay, ja, nou, doe dan maar. Ja, we zijn van de gemeente. De zeilbedrijven. Goedemorgen, mevrouw. Wat gebeurt er? Wat is er? Dat is een hele grote kreeft. Ja, joh, wat is die boom? Die kan je opvreten. Een hele grote kreeft. Dat komt op bewegen. Kijk. Dat is een hele grote. Lekker, man. Je moet even schoonmaken. Ik heb water. Wauw, dat is een grote. Even wachten. Wow, kijk die gemeen, man. Kom eens even schoonmaken. Een magneetkreeft. Een magneetkreeft. Oh, kijk, zie je, daar komt zijn mooie kleur terug, hè? Wat bedoel ik? Wow, wat een ding, man. Ja, weet je, het is natuurlijk wel een levend beest, we laten hem wel leven. Maar eigenlijk willen ze liever dat hij er niet is in de sloten. Ja, ja. Het ding vreet alles op. Hopla. Ik vind hem wel cool. Dat is cool, hè? Ja, de beste vangst van vandaag. Omdat jij er net zoveel schrikt. Ja. Ja. Bad boys. Zo, kijk eens even naar die prachtige kreeft. Hé, hey, daar is dat natuurlijk voor bedoeld, man. Jij vangt die kreeft. Ik vang een pan. En een goeie ook. Leuk zwaar dat ding, man. Ja, dat is toch echt een pannetje. In de mooie vintage kleur. Hop! Nou, ik ga eens even kijken. Of hij de pan in wil. Oh ja, hij heeft zich eigenlijk verstopt. Daar is hij. Nee. Daar is hij. Nou, hoppakee! Nou ja,
Hij is smakelijk. Prachtig, hè? Jemig, Kasper. Je hebt een slot eruit gehaald, ja. Kan dat met je handen breken, dat ding? Ja, die maak ik ook met mijn handen. Je bent sterk, hè? Je ruikt niet alleen sterk, maar je bent ook sterk. Geef me aan wat, joh! Hoi. Wow, man, dat is echt vet. Nou, zo zie je dus. Kijk, zie je het merk? B-Twin 920. Dan denk je, nou, ik heb hem gekocht. En vervolgens, hup, zaag je erdoor. En ze hebben je brommerd. Oei, oei, oei. Of wat het ook is. Ja, dat maakt dus niks uit. Maar goed, alles beter dan niet op slot. Nou, ook leuk natuurlijk. Gaaf steppie. Doet het ook nog. Kijk ernaar. Waar zitten we? Ook daar zitten we. Zie je één schaats? Nee. Er zit er nog in de was. Weet je nog dat ik een keer tegen jou zei, ik vind het raar dat we nooit een schaats gevonden hebben? Nou, daar zijn ze. Nou ja, daar zijn ze dus. Dat zijn ja. Hoe vind je dat? Misschien is het wel mijn maat. Ik denk het wel, want je hebt een hele grote poten. Ik heb wel hele grote poten. Ja. Hopsaflopsa! Wat voor maat is het? Ze zijn zwaar, man. Zit er nog een kreeft in? Dit wordt de vetste aflevering die we gehad hebben. Moet je eens even kijken. Wat er wow, een M16! Dat meen je niet! What the fuck is dit? Nou, dat is een M16. What the fuck? Oké, ben ik hier blij mee? Ja, leg hem eens neer. Damn. Eens even kijken. Holy shit. Dat is echt een... Holy shit. Met magazijn. Zo. Ja, die is mooi, man. Hij is kikker. Ja, dat is een mooie, hoor. Zo. M16 heeft zo'n handvat. Is dat M16? Ja, ja, ja. Hoe oud ja. is dat? Nee, ja, vanaf jaren 70. Holy shit. Geloof ik. Tering. Zo. Jaren 60 misschien. Check. Maar hij is wel met hout. Ja, hij is met hout. Houtje. Ja, dat is echt... Dat, dan denk ik dat het ouder is, hoor. De moderne zijn ja, ik denk volgens dat, mij plastic. Ik denk dat hij veel ouder is. Dit is echt kikken, bijna klaarkomen. Dit wordt eruit gepiept. Zo. Piep. Damn, wat is die gaaf, hè? Ik wist niet wat ik zag. Ja, ja die. Klak, ik klak. Zweer het hier, mee, ik zie hem eraan en ik denk, dat kan niet waar zijn. Maar het leek me van de meer af, hoor. Want ik voelde best wel een soort meerdere dingen. Goed, we gaan nog even verder. We gaan gewoon door, we blijven natuurlijk gewoon onszelf, hè? We gaan gewoon door. En nog maar net van de schrik bekomen, hè? We hebben in ons broek gescheten, we hebben gezweten toen we die M16 hadden gevonden. Dus we hebben ons even omgekleed. Is ook wat zonniger? Ja, het is ineens een stuk zonniger. En, maar goed, we zijn weer terug op hetzelfde plekje. We gaan eens even kijken. Kijk, we hebben in ieder geval iets eruit. Een roer van een schip. Of een oude slagroomklopper, ik weet het eigenlijk niet. Je hebt wel een klap gehad, hoor. Ja, daar heeft wel een klap gehad. Daarom is hij er ook afgedonderd. Ja, dat zal wel. Maar goed, leuk begin. We gaan weer even door. Niet? Ja, jee. Nou, Kasper die wenst een kluis. Hij krijgt een deur. Een kluisdeur? Ja, nou ja, kijk. Het is, je kan het echt zien. Je ziet het met pen aan de zijkant. Nou ja. Het is toch het begin, hè? Wel meer, hè? Ja, dan moet je het op diezelfde plek nog een keer gooien. Ja, dat is echt een kluisdeur. Die is een kleintje ook. Hij is wel flink beschadigd. Beschadigd, ja. En die ligt ook al een tijdje in. Dat is duidelijk. Mechanisme? Ja. Ja, die hebben ze toch uitgehaald toen. Ik zou nog op hetzelfde plekje nog een keer houden. Yes, nou. Voor ontvangst. Een fietsrek. Fietsenrek. Jongen, jongen. Amsterdam Fietsstad. Ja, Fietsstad. Tada. Zo, vier fietsen kwijt. Het grappige is dat de fietsen erin liggen, maar nu ook de rekken dus blijkbaar. En 8 mm.
En 8 mm. Boor. Ja. Dan moet je bedenken, het is wel de voorloper van de computer. Typisch. Wat is het? Een International. International 2000. Nou ja, meneer, in goede staat had hij ongeveer 120.000 euro waard geweest. Maar in deze staat... Nee. Oud ijzerprijs. 30 cent de kilo. Nou, heb je toch 50 cent. 50 cent. Dat bedoel ik. Mooi. Altijd hetzelfde liedje. Dan heb je dus weer een tasje. En wat zit erin? Sloten. Dat is logisch. Je bent in Amsterdam, dan wordt het natuurlijk onwijs veel fietsen gejat. Ja, dat gaat natuurlijk gewoon gelijk daarin. Dan gaan we door. Echt goede munten, man. Moet eens even kijken. Nou, een tijdje bezig, nog geen kluizen, maar dit begint er wel op te lijken. Het is toch echt een verzameldingetje. Kijk eens even zo'n mooie knaak. Wow, die was hartstikke mooi, man. Gulden erbij, stuiver, dubbeltje. En volgens mij kreeg je van die, toen de euro... Vijf gulden. Nee. Ja, speciale vijf gulden. Ja. Hey, is voetbal vijf gulden? Nou ja. Ja, volgens mij wel. En dat met het EK nu. Zo'n mooie kwaliteit hier. Zo, nou, ja, die is perfect. Die is mega gaaf. Ja, dat is natuurlijk verzamelding. Misschien maar weer ondertussen bewaren. Ja, kijken wat het oplevert. Ja, ik denk 2,50. Ik ken iemand die zit te kijken en die houdt van muntjes. Ja, is dat zo? Ja, ja. Dat is ook een magneetvisser. De munten liefhebben. Ja, joh. Ja. Het ziet er prachtig uit. Oh. Lekker in die rust op het water. Ja. Wat zijn jullie aan het opduiken? Munten. Kijk, een hele verzameling mooie, prachtige munten. Ja, mensen gooien van alles weg. Ja. Ook een hoop rotzooi. Ja, dat is het meeste. Leuk hoor. Dank je. We behouden vaart, hè? Toch aardig dat mensen even praten. Vooral dat soort mensen. Leuk, kijk eens even. Oh, ik ga even door. Ja, die M16 was natuurlijk helemaal fantastisch. Maar dit is ook leuk. Ja, al die munten, moet je eens even kijken, want het is gewoon een verzameling van iemand. Want dat zit ook nog in de verpakking hier, zie je dat? Mooi armbandje met een of ander kopje erop. Sleutels. Super cool! Nee. Nou ja, we hebben niet ons doel gehaald. Jij wilde een volle kluis. Nou ja. Het lijkt er een beetje op. De inhoud ervan, hè? Ja, het is wel jammer dat het geen euro's zijn dan. Maar wie heeft de challenge gewonnen? Ja. Je weet het niet. Hop, ja. Nou ja, fantastisch. Ons doel niet gehaald. Wat wilde ik nou ook alweer? Ik weet het niet eens meer. Nou, de kijkers weten het al. Maar ik heb het ongetwijfeld niet gehaald. Nou, dat was leuk. Ik denk dat we gaan afsluiten. We gaan kijken of we dit in kunnen wisselen voor een paar hamburgers. Ja. Cool. Goed idee. Mooi. Nou, ik zou zeggen tot de volgende keer.